Oeps. All that they know is the power of the gun. Day by day, danger is always near. Children are far away with a life that has begun. Too young to realize, why do they have to live in fear? Oh, Ja. Oh, zoveel. Ik zou heel graag iets met toneel spelen willen
worden. Maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Maar ik vind het in ieder geval heel erg leuk, hè, om dat te doen. Ja, zeker. Nou, dan ga ik naar de grote mensen. Romano Mirando en La Sonrisa. Nou, zijn dat jullie echte namen, vroeg ik mij af. Nee, dat zijn onze artiestennamen. Ja, want jullie treden vaker samen op. Ja, wij treden vaker. Ja, en ook met Johan. Dit is zijn debuut vandaag, dames en heren. Ja. Ook in dit theater. Ja. Dit was een bijzonder lied, hè? Een heftige tekst. Zou je er iets over willen vertellen? Nou, wij vonden dat het dus tijd werd. En Lassa Lisa die klom in de pen. En wij vonden tijd om een soort anti-warsong te maken. En ons viel wel omdat spelende kinderen in ons gebieden zich altijd toch wel vermaken. En wij besloten om daar een lied over te gaan schrijven. En dat is na de hand is het bewerkt door Henk Thuis, een van Nederlands grootste. Producers, tekstschrijvers van Voorburg. En dit is het geworden. Stad is Greazy. Hartstikke mooi. Ik denk dat we benieuwd zijn naar juryrapport. Ja, spannend. Ja, Annemarie, jij zei net zelf al een hele krachtige tekst, hè, die jullie hadden met dit liedje. Johan, jij stalt wel een beetje mijn hart toen je daar zo zat, een beetje de speelgoed bezig was. En op het juiste moment ging die duim omhoog. Ja, die is het. Kijk. Het was een krachtig lied, de tekst is mooi. De titel, Stop deze gekke wereld, want dat is het op een heleboel momenten. Ik heb ervan genoten. En tegen Roland, ga doen. Jazeker. Maar ik moet natuurlijk even onderbreken. Ik heb natuurlijk toch 2 jaar lang Tante Jans gespeeld. In Siske de Rat. Ja, en daar sta jij dan. Ja. Dan zeg ik, krijg toch allemaal de kleren. Allemaal naar mijn tafel. Oh ja. Hola. Krijg toch wel. Gaat het eerst? Ik ga even naar de toneel.